Ik heb er inmiddels, denk ik, 15 rondjes op zitten. Het is hoog. Daarom noemen ze de Tilburg ook de Hooghati. Ik ben best wel een durfhal. Ik ga inmiddels in 8 banen. In zo'n wiebelend bakje met een cameraman. En zeg maar niks. Toch best wel heftig is. En ik zit naast Rini. Rini, jij bent de eigenaar van dit wonderbaarlijke apparaat. Ja, dankjewel. Wanneer dacht jij, ik moet een reuzenrad hebben? Ik dacht er eigenlijk bijna half jaar geleden. Omdat het een apparaat is die toegankelijk is voor elke leeftijd. Ook voor kinders. Heel het gezin kan erin. Want ze kunnen boven de stad uitkijken. Ik denk dat ook iedereen wel eens een keertje boven zijn eigen stad uit wil kijken. Ja. En daardoor besloten we om het reuzenrad aan te schaffen. Maar jij hebt een kermisbedrijf met meerdere attracties. Hoe moet ik dat zien? Ja, ik heb samen met mijn compagnon, meneer De Vries, hebben wij hier een funhuis X-Style. Dat staat hier op de heuvel, meen ik aan. Dat een soort cakewalk-achtig. Ja, een beetje cakewalk, maar dan in de moderne versie, zeg maar. Okay, ja. En dan staan we op het einde van de best met een booster. Altijd in de kermis geweest of daar zo ingerold of hoe? Nee, niet altijd in de kermis geweest. Ik kom eigenlijk uit een beetje de markt- en de braderiewereld. Van die wereld uit heb ik eigenlijk de stap overgezet naar de kermis. Ja. Ja. En hoe oud is het reuzenrad? Wat zijn de specs voor de echte nerds? Het is 3 maanden oud en hij is 40 meter hoog. Hij is in Nederland gebouwd voor de firma Lambrink. Ja. Er zijn wat mensen die het heel interessant vinden. Er zijn een soort, je hebt zeg maar, om het even onderbiede te zeggen, radiorukkers. Dat zijn mensen die alles van de radio thuis zitten te kijken. En dan opschrijven welke mengtafel het is. Maar die heb je ook echt van de kermis, hè? Van attracties. Ja, er zijn echte kermisfans. Die komen ook regelmatig de kaartjes ophalen van de verzameling. Die, dan willen ze niet het ritje, maar dan willen ze het kaartje meenemen. Heel veel YouTube. Op YouTube kun je heel veel filmpjes vinden. Je hoeft het maar als je bijvoorbeeld de Skywheel in, dan zie je precies waar we geopend zijn hier in Tilburg. We hebben dan ook een geleende staan. Tilburg, van hier van Tilburg gaan we naar Horen toe. Het is een reis, dat zeker. Hoe lang duurt het om het op te bouwen? 2 dagen. 2 dagen? Ja, het zou in 1 dag kunnen, maar we doen het beter een beetje langzaam. Ja. Omdat het een nieuwe rat is en zo natuurlijk, om het een beetje heel te houden. 2 dagen over. De volgende week staat hij weer eens anders natuurlijk. Ja, maar je moet ook rekening houden. Dit apparaat wordt elke keer met het afbreken en met het opbouwen gecontroleerd. Ja, precies. Dat zie je in het pretpark niet gebeuren. Nee, dat is waar. En wij hebben hier alles onder controle. Wij zien ook gelijk als er iets markeerd of een mankement aan is. Ja. Dus we kunnen dat gelijk oplossen. Oké, goed. Nou, en hoeveel rondjes maakt je ongeveer per uur? Ja, we zitten ongeveer aan een 3 à 4 rondjes per ticket, zeg maar. Ja. Dus ik denk 4 minuten 3 rondjes duurt. Dus ja, dan kan je uitrekenen. Dan zit je zo op een 60 keer 3, dus een 180 rondjes, denk ik. En hoe lang heb je er zelf voor het langst in gezeten? Nou, ik ga er bijvoorbeeld op een warme dag, dan blijf ik er wel eens een half uur lekker in zitten. Met een boekje kijken. Of zo. Ja, is het niet met druk. Een boekje? Ja, lekker boekje erbij, een beetje over de stad heen kijken. En het fascineert je nog altijd. Ja, zeker. Je staat elke dag in een andere stad, of tenminste elke week in een andere stad, dus je ziet elke week een andere aanzien. Ja, ja.